Jan Vreeman, trainer van de Graafschap. 2-0 verlies hier bij Quick Boys. Wat verwijt je jouw ploeg? Dat we niet gescoord hebben en ook niet gewonnen hebben. En waar lag dat aan? Wat maakt dat je hier uiteindelijk niet tot scoren komt en dus met 2-0 verlies? Ja, dat heeft met onszelf te maken, maar natuurlijk ook met Quick Boys. Quick Boys hebben we een paar keer bekeken, zeg maar ook met beelden. Ja, dan weet je hoe ze gaan voetballen en wat ze kunnen voetballen. En dat ze hier goed kunnen voetballen. Dat hebben we ook gezien. Ze zijn ook niet voor niks tweede in de tweede divisie. En ja, dan kun je zeggen dat zijn amateurs, maar het zijn wel goed betaalde amateurs, moet ik zeggen. Ja, dus van onderschatting kan geen sprake zijn, maar dan is het dan echt puur kwaliteit dat je verliest? Nou ja, op bepaalde momenten mis je eventjes. Alleen het is wel zo dat wij veel meer ruimte in de rug hebben. En ja, daar heeft Quick Boys denk ik optimaal van geprofiteerd. En daar werden ze ook ontzettend gevaarlijk in. En ja, dan kun je ook zeggen, dat is een kwaliteit die ze hebben. En dat hebben ze heel goed gedaan. Rust is het 1-0. Wat zeg je dan in de rust tegen je ploeg? Ja goed, je haalt wat zaken aan die anders kunnen. En ik denk in de tweede helft wel iets meer overwicht hebben. Alleen ja, we scoren niet. Dus dan, Quick Boys wel. Dan sta je gewoon uiteindelijk met lege handen. Dan verlies je met 2-0. En ja, in aanvallend opzicht denk ik de eindpaas niet nauwkeurig genoeg. En zeker in kleine ruimtes is dat nog belangrijker. Op een gegeven moment 3-dubbele wissel, toen was er nog 1-0. Wat beoogde je daarmee te bereiken? Nou, ik denk al aanvallend zeg maar nog meer iets power konden geven. Want uiteindelijk verwacht je ook wel dat Quick toch wel iets vermoeid zal raken. Alleen ja, dat was niet voldoende. Nee, je had inderdaad een dag extra rust ook vergeleken met Quick Boys. Natuurlijk zaterdag nog gespeeld. Ja, 2-0 nederlaag hier dan nu. Een heel teleurgesteld gevoel kan ik me voorstellen. Ja, dat klopt. Absoluut. Want ja, anders had je in de achtste finales natuurlijk gestaan hierna. Ja, kun je ploeg dan iets verwijten van vandaag? Ja, dat je inderdaad niet scoort, dat gaf je in het begin al aan. Maar... Ja, in zoverre verwijten. Je doet niet alles goed. En dat doen ze niet bewust. Dus het verwijten zit veel meer in geven. Van, ja, je moet dingen beter doen. En daar zijn we elke keer ook mee bezig. Alleen dat vertellen en uiteindelijk uitvoeren, er zit altijd nog wel iets tussen. Maar dat gaat niet vanzelf. Had je gevoel dat er ook wel geknakt was binnen de ploeg na de 2-0? Niet geknakt, maar goed, dat het lastiger zou worden, ja, dat, ja, sowieso. Alleen, dan hoop je natuurlijk de aansluittreffer nog te krijgen. En dan kan er toch wel wat gebeuren weer. Alleen, ja, dat is niet gebeurd. Er is in aanloop naar de wedstrijd natuurlijk veel te doen geweest rondom jullie aanvoerder die een uitspraak had gedaan over Quick Boys. Over een amateurploeg. Over een amateurploeg, terechte correctie. Heeft dat binnen de groep ook nog gespeeld, zoiets? Of ja... Nou ja, in zover gespeeld, we hebben die opmerking natuurlijk ook gehoord van Jeffrey. Helpt dat? Ja, je kunt ook zeggen aan de andere kant, is het verstandig? Nee, dat denk ik eventjes niet. Alleen ook een Quick Boys in dit geval, maar niet dat het op hun heeft geslagen. Die kan er natuurlijk heel veel energie uit halen, maar het kan ook natuurlijk overgecompenseerd worden dat ze te gretig willen. Dus ja, dit is gebeurd, ik kan het niet terugdraaien. Ik denk dat hier een mooi initiatief is geweest met de sjaaltjes daarin. Ja, die lag ook in de kleedkamer, begreep ik, voor de wedstrijd. Ja. Ze gaven ze ook aan ons allemaal. Dus we hebben er ook allemaal eentje gekregen. Maar ja, de teleurstelling is gewoon dat we verliezen. Ik kan me goed voorstellen. Toch een goede reis terug naar Doetinchem weer. Dankjewel. Ook, dankjewel.